We gaan even een kijkje nemen bij de metselbijen. Het is voorjaar, het zonnetje schijnt, dus er zijn roze metselbijen ontzettend actief. Roze metselbijen zijn een van de bewoners van bijenhotelletjes. En hiernaast heb ik een aantal soorten bijenhotels staan. En als je dichterbij komt, dichtgemetseld is. Dit zijn houtblokjes waar gaten in geboord zijn. Maar hier hebben wij als proef papieren rietjes gebruikt. En die zie je, die zijn ook al dichtgemetseld. En in zo'n dichtgemetseld gaatje, daar legt het vrouwtje stuifmeel. Daar legt ze een eitje op. Dan een tussenwandje, weer een bergje stuifmeel. Weer een tussenwandje, ondertussen komt er eentje aan. Dus die gaat nu naar binnen toe, zoals je ziet. En uiteindelijk metselt het ook voor en dicht. Dus in dit buisje zitten een aantal kamertjes met daarin eitjes op stuifmeel. Het eitje komt uit, wordt een larf en het larf eet het stuifmeel op. En die larf wordt een pop. En die pop, kijk, er komt weer een metselbijtje in de tevoorschijn. En die poppen die blijven de hele winter in rust. En pas volgend voorjaar, vanaf maart, als het weer wat warmer wordt, dan komen de jonge metselbijen tevoorschijn. Je kunt ook tonkingstokjes gebruiken. Je ziet, dit tonkingstokje is ook alweer dichtgemetseld. En dit stokje is alweer dichtgemetseld.